86 ietwat gespannen sporters verzamelden zich op 20 juni op Schiphol. De mannen en vrouwen met een verstandelijke handicap doen allemaal mee aan het grootste sportevenement ter wereld. De Special Olympics World Summer Games. De Spelen worden deze keer gehouden in Athene. Heb je er een beetje zin in? Ja. En wat voor sport doe jij? Paardrijden. En waar kijk je nou straks het meest naar uit in Athene? Dat ik ga winnen. Wat is nou jullie sterke kant van het elftal? De motivatie, vind ik. Ja. En de sportiviteit moet je doen natuurlijk. Dat je eigenlijk netjes gedraagt. Je bent in het buitenland, dus je moet toch je land vertegenwoordigen. Ga je voor een medaille? Ja, tuurlijk. Ja. Ben je kanshebber? Ja, dat is altijd zo. Ik weet niet hoe de tegenstander is, maar ik ga het wel proberen. Met estafette zijn we wel goed. Met z'n allen, dus ja. Vlak voor vertrek deden alle deelnemers nog één keer samen de speciale Peter Faber-jel. Ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. Ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. Ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. Of je nou beperkt bent, gezond bent of zwak begaafd, dat maakt allemaal niks uit. Zolang je erin zit, heb een kloppend hart, dan leef je. En er is leven, is beweging, leven is actie. En of het nou via sport gaat of toneel gaat, als je maar iets doet waar je betrokken bij bent. En bij deze mensen is die betrokkenheid zo puur, zo volledig. Ja, dat geeft mij ook energie. Als je straks tussen al die 7000 andere sporters en officials alleen in je kleedkamer zit of alleen op het toilet zit en je hand beeft en je bent bang en je hebt heimwee naar huis, weet dan dat je één partner bij je hebt die je altijd steunt. Dat is die rode reus van binnen die zegt: kampioen, 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 kampioen. Er zit geen verpakking op die mensen heen, dus als ze genieten zijn ze puur. En als ze verliezen, verliezen ze ook puur. Als ze bang zijn, zijn ze ook puur. Dat is het leuke van die mensen. Ja, dat is een stimulans om dat in je eigen leven, in je normale leven ook maar wakker te houden. Veel plezier. Benieuwd hoe de sporters het doen in Athene? Volg ze via Facebook en Twitter. Alle informatie hierover vind je op athene2011.nl.